Vlug, vlug, kom maar gauw. Zet je stoel voor de tv. Voor het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Vlug, vlug, het begint. Dus doe maar lekker mee. Met het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Sasa, Toto. Met Sasa en Toto. En koning Koos. Het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Vandaag gaat het over... De konijnen en een harde toeter. Schipper die een bel hoort. Voelen met je handen. Een lied over horen, zien en ruiken. Raden of iets hard of zacht is. En Sasa en Toto die niks zien. Het zandkasteel, het zandkasteel aan zee. Het zandkasteel, het zandkasteel aan zee. Zo, Toto, heb jij een nieuwe hoed? Nee, koning Koos. Toto is mijn machine. Mijn ruikmachine. Jouw ruikmachine? Ja! Mijn ruikmachine kan alles ruiken. Wil je het zien? Oh, nou, heel graag, Sasa. Goed. Frap, frap. Zo, nu ga ik de machine aanzetten. Toet. Piep, 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 prrrr. Ruikmachine, wat ruik je? Snuf, snuf, snuf. Zwiep. Ja, goed zo. Oh, wat een mooie machine is dat, Sasa. Mag ik het ook eens proberen? Ja hoor, koning Koos. Huh? Laat hem maar wat ruiken. Zo. Het zijn aardbeien. Oh, ja. Kijk eens aan. Klik. En nu aanzetten. Zo. Piep, 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 piep. Ruikmachine. Wat, ruik je? Snif, snif, snif. Aardbei. Ja! Ja, juist, ja. Goed zo. Zo, Sasa, ik denk dat de machine stuk is. Hij houdt de aardbeien vast. Zie je wel? Ja, ik zie het, koning Koos. Gelukkig zit er op mijn ruikmachine ook een laadlosknop. Een laadlosknop? Ja. Oh. Ja, ik heb de aardbeien. Hup. Oh.
Waar komt dat geluid vandaan? Ah, de telefoon. Ho. Ho. Nee, de telefoon gaat niet. Waar komt dat geluid dan vandaan? Schipper, dat is een banaan. Kan een banaan geluid maken? Ja. Maar waar komt het geluid dan wel vandaan? De poes? Maakt een poes zo'n geluid? Nee. Maar waar komt het geluid dan wel vandaan? Oh, natuurlijk. De oven. Het was de wekker van de oven, want je koekjes zijn klaar. Eet smakelijk, Schipper. Toto, Sasa, zijn jullie aan het opruimen? Nee, wij maken een grabbeldoos, koning Koos. Ja. Ah. En jij mag grabbelen. Dat is heel lief van jullie, maar ik wilde net mijn krantje gaan lezen. Het duurt niet lang, koning Koos. Nee. Oh, nou vooruit dan maar. Yeah. Zeg maar wat ik moet doen. Kijk, kom. Ah. Je moet een potlood pakken uit onze grabbeldoos. Oh, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Nee! Wat is er? Niet kijken! Nee, koning Koos, dit is een grabbeldoos. Je mag niet kijken, je moet het potlood voelen. Oh. Zonder te kijken is het wel moeilijk. Ja. Pak het potlood maar, koning Koos. Ah, ik heb iets. Het is rond en het is zacht. Oh. Is dat een potlood? Nee. Paul. Ah, jammer. Niet weggaan, koning Koos. Je mag nog een keer voelen. Kijk. Oh. Nou, vooruit dan maar. Hm? Ah, ik heb iets. Het is lang en dun en er zit een punt aan. Is dat een potlood? Ja! Ja. Ja! Mooi, gevonden! Koning Koos, je hebt een prijs gewonnen. Ja. Een prijs? Ja! Je mag nog 3 keer grabbelen! Oh, koning Koos is heel blij met zijn prijs. Maar zijn krantje moet nog even wachten. Ja. Nou, vooruit dan maar. Zo. Haal ik er dit van af? Mag je met je handjes voelen wat het ik is? Ik weet het al, zand. Is het... Is zand en is het zacht of hard? Een beetje hard en een beetje zacht. Een beetje hard en een beetje zacht. Wat zei je ook alweer dat het was? Zand. Zand. Zullen we eens kijken of dat klopt? Ja. Oké, look you. Ja, goed hoor. Mag ik je handen?
Zo. En dan gaan we in de bak voelen wat het is. Glas. Glas. Ja. En zacht of hard? Schelpen. Schelpen? En zijn het allemaal dezelfde schelpen? Of zijn er ook nog andere? Ook andere. Ook andere. Voel eens of je nog andere kan voelen. Ja. Ja? Zullen we eens kijken of je gelijk hebt? Ja. Hey. Goed, man. En nu staat hij. Dan moet je handjes even voelen. Is het warm of is het koud? Zeker koud, joh. Zeker koud, joh. En is het nat of is het droog? Nat. Nat. Wat zou dit zijn? Ijsblokjes. Ja, ik denk het wel. Zullen we eens kijken? Ja, echt ijsblokjes. Dat is allemaal goed. Wat knap. Als ik in de tuin speel, zie ik de bloemen en de struiken. En als jij een scheetje laat, dan kan ik het ruiken. Als koning Koos me roept, Sasa, dan kan ik hem horen. Want ik heb ogen en een neus en ook oren. Dus als je iets wil zien, moet je uit je ogen kijken. En als je iets wil ruiken, moet je je neus gebruiken. Dit hard of zacht? Zacht. En voelt dit hard of zacht? Hard. Voelt dit hard of zacht? Zacht. Kijk goed naar de plaatjes. Welk plaatje is hetzelfde? Nee. Ja, goed zo. Ja, die horen ook bij elkaar. Goed gevonden, hoor. Kijk, zo kun je niks zien. Nee, Toto ziet niks. Daar is het vuurtorenlicht, maar Toto en Sasa zien het niet. En zo kun je niks horen. Nee, Toto hoort niks. Wat zei je, Toto? Toto, Sasa. Het verhaal is uit, het boek gaat dicht. Toto, Sasa, doen jullie mee? Ze kunnen je niet horen, koning Koos. Huh? Oh, ik weet al hoe dat komt. Hey. Koning Koos! Het is tijd om te zwaaien. Dag! Kon je niet horen, Toto? Nee, en niet kijken. Oh. Dag, dag, zeg maar dag met je hand. Dag naar de zee en dag naar het zand. Dag, dag. Sasa, dag Toto. Dag! Dag.